De hulpdiensten rukten vanmorgen uit voor een melding van een lekkende ketelwagen bij het station in Almelo, meldt ProRail. Ook de brandweer werd om 10:50 opgeroepen om assistentie te verlenen. Station Almelo werd korte tijd ontruimd op last van de brandweer. ProRail gaat het lek dichten. De treinen reden na ruim een half uur met vertraging weer.